Regge Fijbe, supporter van Excelsior 31 TV. Roland, als eerste gefeliciteerd. Zo'n bekerwedstrijd is leuk, vooral als je in zo'n goede flow zit met je team. Als eerste even je analyse van de wedstrijd. Nou, ik vond de eerste helft wel aardig gespeeld. Waar we nog wel in fase en ook wel rustig aan de bal. Konden we wel op de helft van de tegenstander ook doorbouwen. Ja, uiteindelijk is het met rust is het, of staan we 1-0 achter en hun komen 10 man te staan. In de tweede helft besluiten wij om het wat om te gooien, om wat meer druk naar voren te krijgen. Om eigenlijk zo snel mogelijk aansluitingstreffen te krijgen. Dus gingen we eigenlijk 3 man achterop spelen en 5 middenvelders. Ja, en dat, in het begin pakte het wel even goed uit, want we maken snel 1-1 door een hele mooie goal. Maar daarna gingen we zo weer met 3 voorop spelen en zijn we eigenlijk gewoon niet meer aan het voetballen toegekomen. Was het ontzettend slordig, veel balverlies. Ik hoorde net ook al dat sommigen ook al wat zware benen hadden. Maar de tweede helft was gewoon niet meer goed en dan is het wel mooi dat je de penalties zo goed inschiet. Ja, nou ja, laten we even beginnen bij het begin. Je komt 1-0 achter, een beetje ongelukkig. Wat zeg je dan in de rust tegen die jongens? Want je bent eigenlijk de betere partij. Je staat met 10 man, maar je staat wel 1-0 achter. Ja, nou wat ik zei, van, omdat we met 10 man komen, ga je dus in de rust gewoon bespreken hoe je gaat spelen. En we hebben dus een tactische wissel gedaan door Simon eraf te halen en dan eigenlijk gewoon met z'n 3 achterop. En daarvoor eigenlijk 2 middenvelders met Emmanuel en met Koen. Ja, dat we heel veel druk zouden krijgen naar voren toe en dat we heel veel van daaruit ook of vanuit het middenveld spel snel zouden kunnen verplaatsen en van daaruit eigenlijk de spitsen wat in stelling konden brengen. Maar, en nogmaals, die beginfase was, dat deden we wel goed, alleen na 1-1 bleven hun toch maar gaan en bleven hun druk zetten en wij konden niet meer onder de druk uitvoetballen. Nee, je zegt dat je maakt 1-1, mooi, vrij snel al. Denk je dan niet van we gooien het weer dicht achterin? Of heeft dat dan te maken met het vertrouwen wat je hebt opgebouwd in de afgelopen periode? Ja, we hadden er wel. Kijk, Emmanuel die kan ook natuurlijk gewoon centraal spelen. Dus we hadden wel tegen Emmanuel gezegd van ja, je kan daar tussenin gaan schuiven. Dus dat Rico dan als linksback uitkomt. En dan kan Emmanuel schuiven naar het middenveld in een achterste lijn terechtkomen. Maar goed, die bleef er ook wel redelijk lang voorspelen. En dat kan ik wel begrijpen. Je hebt hem al meer. Je wilt druk zetten en je wilt naar voren toe. Alleen, hun bleven maar gaan. En nogmaals, ik vond dat wij, nou, dan heb je het over vrijlopen, juiste keuzes maken, en, de bal goed inspelen en voldoende diepgang hebben. Ja, dat ging gewoon allemaal niet zo goed. En dan uiteindelijk zeg je wel een aantal keren vanuit de coaching, probeer je het een aantal keren dan wel meer de nadruk op het verdedigende te leggen. Terwijl dat je eigenlijk wel verwacht had dat we wat meer aan de bal zouden komen, ondanks een overtalsituatie. Ja, nou ja, dan krijg je eigenlijk nog 2 hele grote kansen. Zij krijgen er ook nog 1, echt een hele grote op 2-1. Volgens mij ben je een beetje een nuchtere trainer. Hoe ga je dan die penalties aan? Ja, wat je zegt, je kan niet zoveel. Hè? Je kan een lijstje samenstellen. En dat hebben we dus samen met Harry gedaan. En in overleg met de spelers. En belangrijk dat je goed begint voor altijd in zo'n reeks. En hopen dat de keeper ook een aantal ballen pakt. Of dat de tegenstander wat mist. In dit geval hoeft de keeper maar 1 te pakken. En een hele belangrijke. Voor de rest hebben we de penalties gewoon fantastisch genomen allemaal. Eigenlijk ook die van Koen, het zal een centimeter schelen denk ik en zijn bal gaat erin. En uiteindelijk pakt Arjan wel heel goed een bal en dan moet je maken. En Rob was fris nog, dus schoot hem goed in. Ja, als we dan kijken naar hoe het er nu bij voor staat. Zij staan 4e in de topklasse. Wij doen bovenin mee in de hoofdklasse. Wat zegt dat over eventuele promotie van dit seizoen naar de topklasse? Wat zegt dat over het niveau van de jongens? Nou, op basis van deze wedstrijd kan ik daar niet zo goed tegen elkaar afwegen. Maar ik vind over het hele seizoen gezien vind ik dat wij wel een ploeg hebben voor de topklasse. En dat baseer ik gewoon op voetbal. Dus wij hebben een voetballende ploeg met heel veel voetballend vermogen. En dat zijn in mijn ogen gewoon ingrediënten waar je mee kunt doorgroeien. En dat is niet alleen maar hard werken en strijd. Dat is ook kwaliteit. En ik vind dat Excelsior enorm veel kwaliteit heeft in deze selectie. Dus ik denk als we promoveren dat daar een prima selectie staat. Nogmaals bedankt Roland. Gefeliciteerd nogmaals. En nu eigenlijk weer vooruitkijken neem ik aan. Ja, zaterdag ACV, dus donderdag even kijken hoe iedereen er weer voor staat. Even oplappen, even een ontspanning. En gewoon voldoende rust pakken weer en zaterdag weer knallen.
Dankjewel. Graag gedaan. Regenfiber, supporter van Excelsior 31 TV.